Een hele goede morgen, jongens. Het is vandaag Koningsdag. Ik heb me eventjes klaargemaakt. Ik heb een lekker oranje outfitje aan van de webshop. Topje is van Chiquelle, een bandje van Shein. Ik heb ook nog een leuk brilletje. Die gaat natuurlijk ook mee. Ook van Shein. Dat is van mijn webshop. Ik doe lekker mijn Dr. Martens erbij aan. Die oude vertrapte, want... Ja, ik ga naar Kingsland Rotterdam. Ik heb er helemaal zin in. Gisteren was het stress. Ik had nou de kaart voor Amsterdam ontvangen op ongeluk. Maar het is allemaal goed gekomen. Dus ik ga nu met de auto van de moeder van Ramon. Ga ik richting Spijkenisse. Ga ik naar Jesslyn. Gaan we daar lekker drankjes doen. En dan gaan we richting Rotterdam. Of in ieder geval naar het festivalterrein. Dus ik heb er zin in. Dus ik neem jullie gezellig mee. Nou, ik zit. We wilden de auto starten van de moeder van Ramon. Maar die... wordt niet meer heel vaak gereden. Dus de accu was leeg. Dus we gingen met z'n drieën gingen we die auto duwen. Eindelijk is het gelukt. Ramon is even die banden aan het oppompen. Is een zachte huisappie. En dan moet ik ongeveer nog 3 kwartier rijden naar Jesslyn. Ik zou eerst met de trein. Alleen dat was 1,5 uur. Auto is 3 kwartier. Dus wat kies je? Lekker in de auto. Super chill. We zouden nog drankjes doen bij haar. Maar ik denk dat we dat redden. Want we willen rond 1:30 willen samen met de bus... richting daar, volgens mij. Maar ik zie het allemaal wel als ik maar gewoon bij jou aankom. Dan zien we het verder wel. Wat de dag ons gaat brengen. Geen Bluetooth, dat is even wennen. Maar nee, leuke radio aan. Lukt het? Hé? Hey? Uurtje later en ik ben gezellig bij Jesslyn. Misschien kennen jullie haar nog wel van de Antwerpen vlog, ja. Van de oud en nieuw vlog. Dat is al wel weer heel lang geleden. Ja, vind leuk. Maar ik had dus dit tasje mee. Alleen op festival is het net als stom, want dan heb je hem zo hangen. Dus Jessen had nog zo'n tasje liggen. Dus die ga ik lekker omdoen. Dan heb je gewoon, ja, ook als mijn camera zo. Ja, gewoon het gevoel dat niks gestolen wordt. En het zit gewoon heel fijn. Nu kan je gewoon dansen. En deze, als je hiermee danst, dan heet het zo. Ja, om ze tegen te houden. Dus dit is toch, ik moet hem alleen eventjes, ja, eventjes vullen, installeren. Ik had dat net gedaan met dit tasje, want ik had gisteren weer een ander tasje mee, dus ik blijf bezig. Maar lekker, wat neem je allemaal mee? Lipgloss, parfum. Ja, ik kom vastjes. Dat is een voorvakje. Je hebt geen ritsje zeker, dat is wel jammer. Voor geld. Geld hoor. Ja, dit. Ja, daarmee inderdaad. Ja. Ja. Neem even de pasjes mee die ik echt nodig heb. Voor mijn rijbewijs laat ik gewoon lekker hier. Ja, ik ook. Kan je alleen maar kwijtraken. Doekoe. Je OV-kaart. En een pinpas dan. ID-kaart wel mee, hè? Ja, pinpas zou ik ook wel doen. Ja, stel dat je mobiel leeg is. Kan je niet meer betalen met je telefoon. Ik moet je veel invoeren. Ja. Die pas erin. Heb je hier nog klein geld? Ja, heel klein. Oh nee, ik heb nog wel 2,50. Is er wel gebeurd wat? Gaan we niet doen. Nee. Extra batterij voor mijn camera, maar dat is niet nodig. Hij is wel vol. Okay, ik moet gewoon oppassen, zeg maar, als ik iets eruit pak, dat niet alles eruit valt. Nee, je kan wel deze er aan doen, dan kan je hier nog. Ik heb mijn jas wel even aangedaan. Toen vroeg ik aan Jess, heb jij ook van die gezichtstickers? En ja hoor, die heeft ze. Kapot leuk. Even kijken hoe ik dit wil doen. Wil ik het zoiets of wil ik het zo? Ik denk dat ik het zo doe. Ze plakken wel een beetje, maar niet zoals ik wil. Dus we gaan even een beetje lijm op doen. Leona belt. Zal ik opnemen? Hallo. Hallo. Maslani hier. Wat? Maslani is hier. Mijn vader is hier. Maslani. Jessen is beneden. Of op de overloop. Ik hoor jou zo slecht.
Ik ben Melanie, want Jesslyn die kan de telefoon nu niet opnemen. Oh. Hey Mel. Hallo Leona. Yes. Willen jullie Baco? Jesslyn, wil jij Baco? Ze heeft zelf blikjes. Oh, oké. Oké, tot zo. Zie jullie zo. Tot jullie zo, doeg. Ik weet niet. Het is oké, denk ik. Toch? En nou, we zijn onderweg. Heb je er zin in, schat? Ja, heel erg. Ik ook. Iedereen is oranje. Zo leuk. Yes. Ik denk ook niet. Kijk hoe leuk dat hoe deze match met mijn. Oh. Ja. Zijn er, jongens! Lekker zo, yeah. Yes! Wie wil deze opendraaien? Want ik ben goed vloggen. Oh, ik kan het echt zo goed. Oh, jij kan ook vloggen, dan doe ik het ook. Yeah, meid, are you ready? We doen het z'n allen weg. Moet ik jou even openmaken? Ja, we gaan een shotje doen. Huts. We gaan een shotje doen. Je meid? Oh, noem vast jouw mond. Ik heb een dikke neusje voor. Oh, ik heb mijn handen vol. Ik heb een dikke neus. Oh, dit verloopt. Nou, lekker! Ja! Zijn we! Nou, meiden, er zijn lockers! We hebben allemaal de handen vol met jassen. Dus die moeten we maar snel even weg doen, hè jongens? Waar is de locker? Ik heb nummer 20671. 20671. 20671. Oh, wacht, als meester van me. Oh. Even een moment voor het weer. Het stond zo heerlijk. Blauwe lucht. Fucking chill. We gaan er een feest van maken. Ja, er zijn twee meiden al aan het toekomen. Wat zie je er leuk uit? Zo lief. Hou ik echt van. Dat mensen dat gewoon zeggen. Als je dat van iemand vindt, zeg het gewoon. Weet je hoe leuk dat is? Oké, we gaan nu naar TikTok. Want Antoonkop, waar we net keken, was Kriskos Amsterdam. En dit is de timetable. Leona, ik ga even snel de timetable filmen. Kijk wat er allemaal komt. Antoon, Toby. Vind je die leuk? Wat zingen die dan? Ja, die zijn leuk, man. Ook gewoon. Bonnie Flex, Afrojack, Bilo, Busy. Frenna, die komt toch gelijk met Tabitha. Zo kut, man. Tabitha. Ik wil beide. Anders gaan we eerst een half uurtje naar Frenna en de laatste half uurtje naar Tabitha. Weet je, we zien het wel. We gaan weer naar Antoon. Ik ga naar beide. Ik maak mijn eigen planning. Let's go. Ja, echt zo. Ja, zie je. Zeker.
Meid, wat zijn we aan het doen? We zijn foto's aan het maken van de allerleukste festival ooit. Oké, we zijn even foto's aan het maken voor de gram. Dus bij deze. Ready, girly? Laat je even afdoen of gewoon ophouden? Ik zou op. Even door met de lint erbij. Het is echt een toch een heel sterk. Zeker dat tasje. Tasje erbij. Dit tasje. Ja. Ik heb nog even de extra. Guy, jullie gaan denken, what the fuck? Ik ben weggegaan van het festival. Het was echt heel gezellig hoor. Maar ik had gewoon geen zin meer. Het is nu 9:10. Ik heb lekker de metro gepakt naar Jess naar huis. Ik heb de auto gepakt. En ik ga lekker naar Brabant. Geen idee wat ik daar nog ga doen. Maar ik had gewoon geen zin meer. Het werd koud. Tjie, dat zie je ook al mee hoe koud het was. Ik hoop dat die accu trouwens nu niet leeg is. Want die was natuurlijk vanochtend leeg. Het is natuurlijk een andere auto, hè, dus Oké, dit is kut. Hij doet het niet. Dit ga je niet menen. Ja hoor, de accu was hier leeg. Ik heb het gefixt. De ouders van Jesse die hebben de auto geduwd. Startkabels, hij rijdt weer. De auto is ook geen Bluetooth, dus ik heb de single. Maar ik ga de camera lekker weg doen. Want ik ga lekker op de weg letten. Ik ben over 40 minuten ben ik weer bij Rambo. Oké, jongens, ik ben aangekomen. Ik wil nog even snel wat duidelijk maken. Jullie zagen natuurlijk begin van de vlog, zagen jullie mijn fluo nemen. En een bakkardi ras. Voor de rest heb ik echt niks gedronken, jongens. Ik heb alleen die twee drankjes genomen, dat was om 2:00. We zijn nu 6:00 verder, is al lang uitgewerkt. Ik had ook helemaal geen behoefte aan drank vandaag. Dus dat moet je het wel even weten voordat je denk ik met dranken op ben gaan rijden. Zeker niet. Dat zou ik ook echt nooit gaan doen. Dus voordat die reactie krijg, ik heb echt niet met drank opgereden. Dat is al lang uitgewerkt. Eén klein blikje Bacardi had ik genomen en die fluwel. Nou, dat is niks. Op het festival heb ik letterlijk water gedronken. Dus dat is top. Oké, ik ga. Ik ga lekker slapen. Ik heb echt een hele leuke dag gehad. Wel eerder naar huis gedaan dan gepland, maar maakt niet uit. Ik hoop dat jullie de vlog een beetje leuk vonden. Vond je hem leuk? Dan een duimpje omhoog. En dan hoop ik dat jullie morgen weer de volgende dagvlog. Lekker slapen.